avond en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik dacht, ik begin de video een keer in de avond en we gaan gelijk lekker beginnen, want we zijn bij het sporten. Daan en ik gaan een workout doen. Daan die is er al, ik ben een beetje laat. Ik hoor er al tetteren. Ben je nog niet aan het werk? Nee. Wat wacht op jou? Als ja. Dat heb ik geen zin. 1 uur later. En we hebben zweet. Ik heb een uitgeloofd mascara. Met totaal gesloopt. Ik doe niet eens mascara op dat je dat doet. Ja, je hebt wimpers. Ik heb toch geen wimpers. Kijk, is even lekker bezig geweest. Was iets laat vergeten hem aan te zetten, maar toch lekker gewerkt. Daan gaat nog even de dekens van de paarden opdoen. Het is nu natuurlijk 's nachts een beetje kouder, dus de paarden krijgen een deken op. Ik ga naar huis en dan gaan we slapen. Ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik ben iets heel leuks aan het doen. Ik moet carouselles aan het geven. Ja, nou, jij gaat naar rechts en Lydia, jij gaat naar links. En dan gaan we van hand veranderen bij de H en bij de M. En dan gaan we zo door elkaar heen. Dus dan moeten we even kijken. Joke is eerst. Gaan we naast elkaar halt houden. En dan draaien we zo'n rondje om elkaar heen. En dan draven we weer weg. Dus van zo. En dan maken we zo voor de X een overgang naar stap. Doe maar in. Ja, en dan jij Marina, Lydia is alleen en Brenda en Monique zijn ook samen. Nu een rondje draaien om elkaar heen. Ja. Oh. Oh, jij is ook een bijzonder rondje dit. Goedemorgen, het is vandaag... ik wil niet als ik ga praten iets met mijn hand doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend. Ik ben net bij de fysio geweest en we gaan nu de paarden doen. Het is echt hondenweer. En vandaag gaan we naar de dierenarts met Cas en met Zeeland. We gaan met Cas een controle doen, dus dat is hopelijk allemaal goed. Ik verwacht daar alleen maar goed nieuws van. En we gaan even met Zeeland, Daan haar oude springpaard, die gaat ook even mee. Het is niet kreuk, maar heeft elke keer een dikke kogel, dus dat gaan we even na laten kijken. We gaan alvast wat paarden buiten zetten en dan ga ik even les geven. Het is ondertussen tijd om met Cas naar de dierenarts te gaan. Verlies hem even zijn dekentje aan het opdoen. Ga ze even het transportbescherming opdoen en dan gaan we. Mooi hoor, Cas. Zeeland. Goed zo. Ik heb de paspoortjes mee, ook al is het maar een klein stukje. We nemen altijd de paspoorten mee. Daan is laat, dus even de buurvrouw die gooit de paarden even af. Dan zetten we ze daar op stal en ik rij met de eigen auto er even achteraan. Overal vinden we een oplossing voor. Los? Oh, oké, kom maar zitje. Je mag. Kas, even wachten. Even wachten. Goed zo. Ja? Oké, Zee mag op stal. Ja. We zijn bij de dierenarts. We gaan hem even uitkleden. En dan gaan we even wachten. Ja. Kas is een beetje druk. Hij heeft er zin in, denk ik. Ik ook, als de uitslag goed is, heb ik ook zin. 3 maanden geleden is Kashmir tijdens het rijden hard gevallen. De video daarvan plaats ik even in de beschrijving. De dierenarts kijkt tijdens de buigproef hoe hij reageert als er lichte spanning op de pees gegeven wordt die hij geblesseerd had. Nu is het tijd om te kijken of de pees zich ook aan de binnenkant goed hersteld heeft. Cas heeft het super goed gedaan. Zijn been is helemaal genezen. Ik vind deze dus in een ander stadium zitten als die andere kant. Ja. Hier zie ik dus wel verschil in weefsel hier en hier. Ja. Dit is iets donkerder, ja. Hier is iets witter en hier is de hele fractie donkerder. Ja. En dat lichte, dat is het gezonde, toch? Ja. 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 Dan zie je echt dat die, ja, dat die streepjes doorlopen. Je ziet dat die streepjes doorlopen en je ziet dat de streepjes door de hele doorsnede heen zitten, maar niet zo geconcentreerd als wat ik aan de andere kant liet zien, waarbij die streepjes dichter bij elkaar zitten. Dus daarop baseer ik dat deze pees in het verleden al wel subclinisch probleem. Waar moet deze pees? Ja. Die is hier al aan de voorste kast. En als ik hem beoordeel, dan hoort hij hier mooier te zijn in structuur. We komen net bij de kliniek vandaan. Steven heeft met Kashmir heel erg goed nieuws. Die is eigenlijk volledig herstelt zijn pees, dus Steve kan doorgaan waar ze nu mee bezig is en dat steeds een beetje meer uitbreiden. Met Zeeland was de uitslag ietsje anders.
we hebben wel heel goed naar ons gevoel geluisterd. Want Zeeland heeft van zichzelf hele droge benen. Dus dat betekent hele dunne benen met heel weinig vocht erin. Dus elk adertje, stukje PC altijd goed lopen. En die had steeds een beetje dat de kogel ietsje, ja, toch een beetje vocht erin zat. Dus ik vertrouw dat dan toch niet heel goed. Ik heb dan liever dat ik zeker weet wat er mee aan de hand is. Als dat ik denk, nou ja, joh, rij maar door. Hij is niet kreupel. Wat was er met Zeeland aan de hand? Die was duidelijk met het rechter voorbeen. Dat zeg maar het peesje helemaal in het midden. Daar zit een pees die begint als 1. En die vertakt zich dan in 2 naar beneden naar de kogel. Die aan de buitenkant en die aan de binnenkant, die waren iets verdikt. Dat noemen ze dan ook de schenkel. Die was iets verdikt. Daar heeft ze met de scanner gekeken. Die aan de buitenkant was eigenlijk, daar heeft ooit in zijn leven een keer een blessure of wat trauma gezeten. Daar heeft hij dus nooit last van gehad, nooit dik op geweest. Maar is wel te zien dat hij daar ooit een keer, ja, toch een trauma aan heeft gehad. En die aan de binnenkant, daar was nu te zien dat hij, ja, daar eigenlijk een beetje onrustig was. Geen peesblessure, maar dat hij daar eigenlijk iets onrustig op was. Dus heel goed dat we naar ons gevoel hebben geluisterd en dat hebben nalaten kijken. Want ze zegt wel, als je hier gewoon mee door had gereden, dan had dit een serieuze peesblessure geworden. We moeten hem nu 6 weken eventjes stappen. Mag in de molen, aan de hand of onder het zadel. En daarna 6 weken gaat ze nog een keertje kijken of die pees dan eigenlijk goed hersteld is. Of zichzelf helemaal hersteld heeft in het mooiste geval. Dus dat is nog eventjes afwachten hoe dat afloopt. Maar ja, ik heb intussen Mandootje opgezadeld en die ga ik nu rijden. Die is alvast eventjes aan instap in de stapmolen. Ik wilde eigenlijk Athos of Major rijden, maar die rijd ik dan in de buitenbak. En het regent behoorlijk. En Mandootje kan ik in de binnenbak rijden, dus ik ga nu lekker Mandootje rijden. Mandone, wat vinden we van het weer? Moet je kijken, wat een regen. En nu mijn lieve vriendje Athos. Hij is zo'n knappie, hè? Het is vandaag zaterdag en jeetje, wat is het een rare, ja, ook een rare, gekke week even zo voor ons. Dinsdag, ik heb jullie daar nog niks over verteld. Afgelopen dinsdag zijn natuurlijk nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. En dat heeft voor ons best wel grote gevolgen. Zowel wat we allemaal op stal natuurlijk allemaal moeten veranderen, als financieel. Ja, denk je, dit blijft bij 1 keer en dan weet je dat. En dan denk je, ja, we moeten gewoon keihard werken en dan komen we er bovenop. En nu hebben we eigenlijk gewoon weer een tweede flinke klap. Dus dat, ja, dat is best wel even heftig. Daarnaast kreeg ik natuurlijk onwijs goed nieuws over Cas. Ik was daar, natuurlijk wilde ik heel goed nieuws, maar ik was er eigenlijk niet van uitgegaan dat het zo goed zou zijn dat we eigenlijk gewoon al over 2 maanden op wedstrijd kunnen. Ja, het is wel even, het is wel even lastig. Maar goed. We blijven niet te lang in onze zwarte tunnel en we gaan natuurlijk gewoon door. Bij ons is de kantine helemaal dicht. Het is natuurlijk gewoon wel, dat is natuurlijk gewoon best wel heftig voor ons. Ja, heel veel dingetjes. De open dag kon natuurlijk al niet doorgaan. En andere evenementjes, dat is natuurlijk nu allemaal maar de vraag of we dat door kunnen laten gaan. We zullen jullie daar uiteraard van op de hoogte houden. Ik zal jullie niet te veel met deze negativiteit, want wij zijn ook even daarvan in de put. En dan gaan we natuurlijk gewoon weer door. We hebben een bestelling binnengekregen van Montar. Dat is dan natuurlijk wel heel erg leuk. Ik zag die enorm lange jassen die je open kan maken. En dat jij weer op je paard kan rijden. Die wilde ik echt per se hebben. En ik wilde een nieuwe rijbroek. Daan had een nieuwe rijbroek nodig. Dus dat is allemaal net binnen. Oké, we hebben hier echt een... Nou goed, het is allemaal niet meer in de verpakking. Want mama die kon zich niet inhouden. Nou ja, snap ik ook wel. Maar goed, kijk. We hebben dus deze jassen. Hele lange jassen die je dus open kan ritsen. Echt fantastisch. Echt heerlijk. Ik vind het nu nog een beetje warm, maar dan hebben ze maar alvast binnen. Want meestal ben ik altijd te laat. Dat soort jassen. Oh ja, en ik heb deze broek. Ik heb niet echt een show. Mijn lijf is niet echt dat je denkt, goh, show dat is even. Maar ik heb dus deze broek met hier die glitters. En hier is dan zo'n vakje. Ja, ik moet natuurlijk weer helemaal aan de bak met Cas. Dus ik heb daar natuurlijk een nieuwe rijbroek voor nodig. Oh ja, dit is die Billy. Die zal ik wel even laten zien als Daan hem aan heeft. Maar dat is die winterbroek van Montar met softshell. Daan is volledig in love met die broek.
Volgens mij is dat ook de enige broek die ze nog draagt. En ik ben nog even een... Kijk, zo mooi dat merkje. Lekker stofje. Gewoon lekker vestje. Chilltje. Volgens mij is alles... Kijk maar even in het ding. Alles is donkerblauw. Alles. Alles is donkerblauw. Even kijken, wat hebben we hier dan? Oh, er is nog een Billy. Toch? Ja, er is nog een Billy. Dus dat is die... ja, die broek is een beetje dikker. En... Ja, het is ook van dat zachte, beetje vliesachtige spul. En dan is het softshell, dus er... Ja, echt... Daan zweert erbij. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik graag nog nooit in aan heb gehad, dus dat ik het niet weet. Dan, oh ja, dan hebben we ook nog allebei zo'n vestje van Monter. Met dat logo aan de zijkant. Maar het is natuurlijk leuk om het even te laten zien als je het aan hebt. En dan heeft Daan ook nog zo'n jas. En we waren er eigenlijk al. Dus ik ben helemaal in... ja, kan helemaal tegen. We hebben ook een nieuw jasje. Maar die andere die waren wel blauw. Maar hier zit een dingetje in. En daar moet dan achterkant nog even geborduurd worden. Mijn moeder borduurt dit trouwens allemaal zelf. Dus credits to you. Shout-out to mom. Ik weet niet hoe dat doet. Hoe die hippe vloggers het allemaal doen. Maar goed, in ieder geval dat dus. Even kijken hoor. Volgens mij is... Oh, dit is mijn broek die ik net aan had. Oh, hilarie. Het is zaterdag natuurlijk. En vanmiddag rijdt Jolie als het goed is mee in de miniles. De miniles is vrij gewild. Dus dan kan je altijd op in de ochtend kijken of er plek is voor de middag. En ja, voor Jolie wordt natuurlijk geen uitzondering gemaakt. Dus het komt wel eens voor dat ze niet mee kan rijden. Ik ga even kijken. Ja, net zoals vandaag. En dan goed zo'n boy. Kijk even wat ik gevonden heb. Twee nieuwe Bukas Power Turnouts. Daar ben ik echt heel blij mee. Eentje voor Cas en eentje voor Major. Die zijn waterdicht en die kunnen ze ook gewoon lang op. Dus die hebben een lange temperatuur. Zeg maar, die kunnen ze op van min 10 tot 16 graden. Dus we hoeven niet om de paar graden met een deken te kloten. En hij is waterdicht, dus heel blij mee. Ik ga Cas zo rijden en als hij daarna droog is, dan krijgt hij eind van de middag krijgt hij zijn power turnout op. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe lang die wit blijft. Of nou ja, hij is zilver, dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang die zilver blijft. Kaas en ik zijn er klaar voor. Ik ga Cas nu even in de molen in laten stappen. En dan ga ik naar Jolie toe. Die is nu bezig met Boy. Dan ga ik rijden als zij in de miniles aan het rijden is. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Want dan gaan we samen rijden. Dan heb ik niet zo'n groot bakje. Maar ik kan toch een stukje rijden. Dus dat is... Kom maar. Ben je klaar voor? Kom maar. Mijn pony is groter. Ja, kom maar. Lekker nat. Wordt die mooi? Nee? Okay. Ja. Gaat het goed? Getver, wat een kak weer. Nou, ik heb lekker gereden met Cas. Die was al weg, die was met een vriendinnetje mee. Maar dat ging ook lekker. Ik ga nu lesgeven. En ik ga lekker mijn lange warme jas aantrekken. Ik ben klaar met lesgeven. En kastje is lekker af, zo. Wat vind je? Vind je mooi? Mooi, hè? Oké, there we go. Laat het om eraan te zitten. Kijk eens. Het is de bedoeling dat je dit oplaat. Cas heeft al 3 verschillende dekens opgehad. Nu het weer wat kouder is in de nacht, dan hebben ze alle 3 afgetrokken en alle 3 gemolesteerd. Niet doen, want dan gaat het weer vallen. En dan hebben we dat ook weer gemolesteerd. Kijk eens wat een mooie deken. Maar deze deken is natuurlijk heel erg... Oh, er zit ook steedraai in. Ik wist helemaal niet dat in die powder er ook steedraai zat. Oh, daar hou ik echt van, steedraai. Dus dan kan je gewoon rijden. Hop, dekentje op. Nothing on the hand. Deze is natuurlijk wel een lange grote temperatuur. Shred. Ik denk namelijk dat hij ze aftrekt omdat hij het te warm heeft. Ik hoop dat dat met deze natuurlijk niet zo is. En dat maakt het dus niet uit of er leasecorden aan zitten of whatever. Hij trekt gewoon die dekenstuk. Kijk, mijn shine. Ja, echt heel mooi. Dit blijft ook hier mooi dicht. Ja,
Mooi. Nou, volgens mij is dit dan nu goed, want ik heb me dus laten vertellen dat wij altijd alle dekens te lang hebben. En dat dit dus, dat die dus net van die blote billetjes moet hebben. Volgens mij is het nu helemaal goed. Kas, volgens mij is het goed zo. Echt zo benieuwd hoe deze deken er nu dus dan de volgende dag uitziet. Goede zondagmiddag. Het is niet mijn dag. Alles mislukt, loopt in de soep, moet ik 6 keer overdoen. Ik heb net 3 uur aan het stoeien geweest met de computer, want ik had een video geüpload die vandaag online zou komen en er was geen geluid. Dus ik kreeg allemaal, er is geen geluid. Nou, super zonde van je werk natuurlijk. Ik ga nu nog eventjes, er is wedstrijd hier op stal. Ik ga tussendoor, dat ik aan het stoeien was met de computer, help ik dan even de mensen die ik lesgeef, die help ik dan even met losrijden. En Daan die heeft natuurlijk wedstrijd met Atos, doet HC-proefje. Misschien heeft hij het al verteld. Maar Dani gaat dus met ASO HC rijden. Dus Daan mag pas officieel starten vanaf het L2. Nou, het is voor ASO natuurlijk nog veel te gek. Want daar zit ze net 4 weken op. Oké, plan voor nu. Even Kas in de stapmolen zetten. Dan ga ik even Sarah helpen. Die ze rijdt op Flurry. Flurry is een manegepaard. Gaat ze voor het eerst gaan ze samen starten. Dat is echt super knap. Gaat ook hartstikke goed. En daarna ga ik Daan helpen met Atos. En er is hier echt mega veel wind in de stal. Ik ben niet alleen, samen met Daan. Ja, met Rebecca ook, maar samen met Daan. Want Daan, Testy gaat met Boris vandaag voor de allereerste keer officieel starten. En Daan is er natuurlijk om Tess te helpen. En Tess en Sarah zijn samen aan het losrijden. Goed zo. En dan neem je toch een beetje verbinding. Zo, op die buitenteugel, dat buitenoor laat je wat zakken. Zonder dat je je arm heen en weer haalt. Hè? Dus dat doe je in je hand. Met de energie die je met je been erin stopt. Zo, probeer je hand niet vast te zetten. Ja, goed zo, toch. Hey, kom toch naar voren, toch naar voren. Goed zo. Lekker ponnetje hoor. Lekker ponnetje. Klaar. Tess die moet nog een proefje, dus ik ga Atos alvast pakken. Super trots op de meiden. Eerste proefje met Boris was ook echt, zag er super goed uit. Klein foutje in de galop, maar jeetje, wat is die pony knap en zo mooi met dat front. Echt heel gaaf. Kloot, ik vroeger zo'n pony had. Ik ga Atos nu alvast pakken voor Daan, dan kan ze zo meteen opstappen, want ze heeft toch wel een half uurtje. Ik weet niet, moet zo even Daan een planning vragen. Ik ga hem vast even voor de pakken. Ik was iets ambitieus, want Dani komt net aan. Ik was helemaal trots dat ik het paard al... Als je hier gaat snuffen met aanzoek, ja. Dan heb je het niet schuiven. Dat ik het helemaal al voor haar opgezadeld had. Alleen, ik was iets te voorbarig. Want ze moet iets later starten dan gedacht. Althans, dat dan op de startlijst stond. Dus het plan is nu dat ze er nu even... Want nu is het losrijden tussen de hekjes. Dus dat ze er nu even opgaat. Dat ik even een rondje naast loop langs de hekjes. Dat hij die even kan zien en dan... Zet hem weer eventjes hier tussen de touwen. En dan gaat ze hem een kwartiertje voordat ze de proef moet rijden losrijden. Want ja, hij heeft nog niet zo heel veel conditie. Het moment is daar. We zijn er klaar voor. Daan, wil jij nog iets zeggen? Steven is er klaar voor. Ik ben er wel klaar voor, ja. Ik hoef er niet op. Ja, jij moet wel even gewoon eerst een jas gaan halen. Want ik vind het eigenlijk niet verstandig dat jij hier staat zonder jas. Tenzij je morgen niet naar school wil. Daar moet even alles checken. Ik heb hem natuurlijk opgezadeld. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dat als je dan zelf even nog nacheckt.
maar gelijk even kijken hoe braaf die buiten is. Hè? Huh? Oh, dat kent hij niet. Ja, heel goed, heel goed. Wij hebben het protocol. Dit is het protocol van de andere poef, die is leeg. Die mag je opeten. Ja. Ik was sowieso, ben ik super trots op hem. Hij heeft echt heel goed... Dit was een 8. Ja, hallo. Nou zie ik je te verklappen. Oh, sorry. Hij heeft echt super goed zijn best gedaan. Jullie hebben net natuurlijk het filmpje gezien. De galop, daar moeten we nog wel een beetje aan oefenen. Dus dat is heel erg eigenlijk zonde in de proef. Voor de galop hebben we wel een paar onvoldoendes. Maar we hebben ook een 8 voor onze gebroken lijn. We hebben meerdere 7's op het protocol. En we hebben onderin goed gedaan. De galop mag nog wat aandacht. En we hebben 179 punten gehad. Dus eigenlijk bijna winst. Maar hij is natuurlijk eigenlijk pas maar net zadelmak. Dus ik vind echt dat hij het super duper puper goed gedaan heeft. Heb je al verteld waarom je dit dan doet? De reden dat ik de tweede proef niet heb gereden is omdat we vandaag echt voor de ervaring hebben gereden. Even om te kijken hoe ver we natuurlijk staan en hoe hij het tussen de witte hekjes vond en deed. Dus ik wil dan ook echt, zeker omdat hij de galop een beetje moeilijk vond, dacht ik, ja, dan ga ik dat niet de tweede proef. Wil ik dat nog extra dat hij het wel moet doen, maar... Forceren. Ja, ik wil het dan niet forceren. Dit is dan ook gelijk het einde van deze weekvlog. Daan, heb je nog een commentaar verder? Nee, eigenlijk niet. Dan gaan we afsluiten. Ja, dat denk ik ook. Leuk dat mijn hoofd ook niet meer in beeld is. Oh, sorry. Dan gaan we afsluiten. Begin jij? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En als je dan toch bezig bent, druk op het belletje. Ja. En dan hopen we je snel volgende week weer te zien. Doei! Doei!